gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande oktober. Toen was echt bijzonder veel druk dat jullie zo talrijk op onze uitnodiging zijn ingegaan. We willen u vandaag graag een gevarieerde en een gezellige avond aanbieden, waarin u straks nog alle kans zal krijgen om met alle kandidaten tussen pot en pint. Die zal voorlopig geopend zijn, maar mogen we u wel vragen om de lijn zelf aan de tolk af te halen. Mocht dat toch moeilijk zijn, er lopen hier 23 kandidaten rond die om het even wat doen op u stijgen. Maar u begrijpt dat we op een avond als deze ook een aantal sprekers aan het woord gaan laten. En als eerste spreker heb ik de eer om een schitterende man met een niet te temmen werklust aan te kondigen. Beste mensen, graag uw applaus voor onze CD&D-voorzitter Hans Eil. Goedenavond allemaal. Het doet mij net als Koen heel veel plezier om jullie deze avond zo talrijk aanwezig te zien op onze officiële voorstelling van de CD&D-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In alle discretie hebben wij vanaf januari aan onze lijst gewerkt. We wilden een sterke lijst. Een heel sterke lijst met een sterke ploeg om onze lijsttrekker burgemeester Paul Verlaten te ondersteunen. En ik denk dat dit toch wel het gelukt is. We zullen het straks zien. Beste mensen, de man die ik u nu mag aankondigen wordt werkelijk alom geprezen voor zijn politiek vernuft en inzet. Zelfs zodat professor Matthijs hem een dikke 9 op 10 gaf voor zijn financieel beleid, beste mensen. Graag uw overdonderend applaus voor uw burgemeester Walter Laat. Goede vrienden, beste CD&V-vrienden. Op zondag 14 oktober, over 37 dagen, gaan er 8536 kiezers, als je het wilt opdelen, 4240 vrouwen en 4296 mannen in Ravens naar de stembus. Naar de stembus om 23 gemeenteraadsleden te kiezen. Indien deze lokale en provinciale verkiezingen het evaluatierapport zouden zijn van de voorbije 6 jaar, de evaluatie van wat de gemeente de voorbije legislatuur gepresteerd heeft, dan zouden wij de verkiezingen inderdaad met een gerust hart tegemoet kijken. Want ja, het gaat goed inderdaad. Wij zijn een financieel gezonde gemeente. Wij letten op onze centen en zitten niet in de zakken van de burger. Wij zullen ook in de toekomst onze kinderen, onze kleinkinderen, niet hypothekeren met een schuldenlast. Integendeel, onze gemeente, uw gemeente, zal over 2 jaar totaal schuldenvrij zijn. Wij zijn, ja wij zijn. Wij zijn een mooie plattelandsgemeente met een sterke landbouwsector die de economische pijler is van onze gemeente. Wij zijn ook een zorgzame gemeente, met een goed functionerend OCMW, met een eerlijk sociaal beleid, met een luisterend oor voor iedereen. Wij zijn een sportieve, culturele en toeristisch aantrekkelijke gemeente, met adviesraden die meedenken, die mee adviseren. Zij zijn de voelsprieten van het Schepencollege. Aan al deze vrijwilligers, hartelijk dank voor uw inzet. Ravens is ook een milieubewuste gemeente. Vanuit het principe, en we hebben dat gedurfd, de vervuiler betaalt, voeren we een duurzaam en correct milieubeleid. Ja, met heel veel trots durf ik zeggen dat het goed gaat in onze gemeente. En dat is de verdienste van velen.
En, beste vrienden, het is niet omdat het goed gaat in de gemeente dat we niet waakzaam moeten zijn. Ik denk maar, en we moeten dat eerlijk durven zeggen, aan de toenemende criminaliteit, met name het hoog aantal woninginbraken die de gehele grensstreek teistert. Wat die criminaliteit betreft, zullen we op zeer korte tijd mobiele automatische nummerplaat herkenningstoestellen plaatsen, aankopen. En dit kan ons zeer gerichte informatie verstrekken omtrent automobilisten die ons dorp. En ik denk hier ook, en laat het ons maar vernoemen, het asielcentrum. Het zou goed zijn als de staatssecretaris van asielbeleid eindelijk eens haar afspraken nakomt en niet steeds 2 dagen na een overleg haar woorden terug inslikt. Ik durf hier luid op zeggen dat de gemeente gedaan heeft wat ze moest doen. Dat de gemeente gedaan heeft wat ze kon doen. Wij dragen inderdaad de perceptuele hinder van het asielcentrum. Dit is ontegensprekelijk juist. Maar het asielcentrum is voor wie anders dan de CD&V zou een betaalbare ambulancedienst opgericht hebben, waardoor de aanrijdtijden levensreddend zijn. Wie anders dan CD&V zou blijven onderhandelen met Defensie om een militaire hal ter beschikking te krijgen voor onze verenigingen? En wie anders dan CD&V krijgt 100% subsidie voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de gewestwegen? Dit alles en niks anders is het evaluatierapport waarmee we op 14 oktober naar de kiezer gaan. Maar inderdaad, bij verkiezingen gaat het ook over de toekomst. En om de toekomst te begrijpen, moet je soms ook het verleden kennen. Het is inderdaad sinds 1977, na de fusie der gemeenten, dat CD&V de volstrekte meerderheid heeft in raad. Ons dorp is er niet slechter van geworden. Dat bewijzen de cijfers. En dat we vandaag nog steeds een sterk CD&V-beleid kunnen voeren, is natuurlijk de verdienste van velen. Velen ook u die hier aanwezig zijn. Maar het is toch ook zeker de verdienste van de 3 burgemeesters, Frans Tange, Jozef Segers en Jos Koppens, die samen 1 lijst maakten en de tegenstelling tussen de 3 zustergemeenten overbrugde. Niet hun individueel prestige stond voor. Hun motto was, om het maar te noemen, tegen de jonge mensen, tegen de nieuwkomers op de lijst, zou ik willen zeggen, word wie je bent. En tegen degenen waarmee ik allang op de politieke barricade sta, daartegen wil ik zeggen, blijf wie je bent. Ik ben, en ik spreek echt uit het diepste van mijn hart, ik ben heel fier, heel blij lijsttrekker te mogen zijn van zulke partij, van zulke lijst, van deze groep mensen. Want in de politiek gaat het over mensen. Het gaat voor mensen. Het gaat om waarden. Betrouwbaar bestuur, dat is ons motto. Het is de verbondenheid om samen met elkaar geenszins iets willen te laten verloren gaan. Maar we willen samen iets realiseren. Dat is onze sterkte. En daarmee zullen wij de verkiezingen winnen op 14 oktober. Ik dank u.